Op zondagavond pakt WTM uit met de Vlaamse topserie Editie. Ik wil niet scheiden. Maar ik wil ook niet verder leven met een vent die mij als een dweil behandelt. Dan zult je moeten kiezen. Journalisten en hun problemen. Zowel op als buiten de redactie. Met de hulp van onze lieve heer en ons lieve vrouwke vinden wij dat kind daar terug. Relatieproblemen, professionele conflicten. Editie. Vanaf nu, elke zondag, bij VTM. In de Zoekerskrant vind je alle zoekers van alle edities van de Streekrant in Vlaanderen. De Zoekerskrant is wekelijks vanaf zaterdag te koop bij uw dagbladhandelaar. Goed gevonden, Zoekie. De kampioen. Ja! Wie kan ons verslaan? Hé, hey, daar hebben we Rambo. Moet je hem zien? Dat lukt alleen maar met een hele rare bal. Nee, wacht, stop! Wat een team, hè? No, I'm very pleased with having won today. I guess someone up there pressed all the right buttons. Oh my word! It's a win! Oh, wat een geknoei. Typisch iets voor Domex Wipe & Clean. Wat er ook gebeurt, appelsiensap gemorst, geen probleem. Rode wijn gemorst, geen probleem. Domex Wipe & Clean doet er wat aan. Nu met 3 lagen in plaats van 2. Dat absorbeert gewoon veel beter. In 1 handomdraai is alles clean. Domex, we blijven het papier opnieuw uitvinden. Cool, de nieuwe look. Zandhoven. Zonnesmaak, dat is goed. Dat licht, de kleur, de smaak. Ja, dat is typisch van de Maas. We gebruiken natuurproducten. Proef dan. Prachtige pint. Kijk van de brouwer. De dubbele koude filtering bestaat al jaren. Om de smaak te bewaren. De goede smaak. Achteraf is dat dubbel zo. Van in de brouwer tot de laatste druppel buiten gaat, zijn er controles. We sturen enkel wat bij. De rest doet de natuur zelf. Dat is vet te geneten. Dat is vervand. Oh, dat... De Maas is er af. Ik heb hem zelf al geproefd. Maas. De smaak van een echte pint. Morgenavond bij VTM. Voetbal op tv met België-Wales. Een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Frankrijk. Winnen is voor de Belgen een absolute must tegen Ryan Giggs en zijn collega's. Kan George Lekens de winning spirit terug in het team brengen na de opdoffer tegen Nederland? België-Wales. Morgenavond bij VTM.
Straks openen deze poorten zich en worden alle geheimen van Jurassic Park onthuld. En nu ik erover nadenk, deze poort heeft eigenlijk wel iets weg van de ingang van onze studio. En daar staat Koen Wouters al te trappelen van ongeduld om te beginnen aan een nieuw programma vol verrassingen. Dus ik stel voor dat we naartoe gaan en daar het toch bij Koen is, kunnen we binnen zonder bellen. En dan nu Binnen zonder bellen met Leo. Goedenavond en welkom. Welkom bij het tv-programma dat zowel bij het publiek in de studio als bij de kijkers thuis een flinke dosis onrust zaait. Wie van u speelt straks de hoofdrol in onze WTM? En wie van ons publiek belandt hier straks in mijn treiterdouche? Met andere woorden, dit is vanuit Poepkapelle, de zesde aflevering van Binnen zonder bellen! Maar er is ook heel goed nieuws onder u, want voor u bedoel ik, voor iemand onder u, want wij spelen vandaag ook weer ons pak de poenspel. En dat betekent dat ik een redelijke som mag weggeven. De schat van Poepkapelle! 30.000 frank van de vorige pak de poen en 100.000 die ik er vanavond heb bijgestopt. In totaal 130.000 frank. Een oogverblindend bedrag. En dat is voor een kijker onder u die kan antwoorden op de volgende vraag. Welke BV zat er vorige week in mijn donkere kamer? Ja, dat is moeilijk, Guido. Dan moet je tussendoor kruipen. We zien de BV in kwestie op deze infraroodbeelden samen met onze pechvogel van vorige week. Denkt u dat die bekende medemens Gunter Nees was? Bel dan naar het nummer 0900-00701. Was dat volgens u Joyce de Trog? Bel dan 0900-00702. Denkt u aan Martin Jonkeren? Bel dan 0900-00703. Of was het volgens u Jacques Pijpen? Bel dan 0900-00704. Maar natuurlijk wil niet elke BV zomaar in de donkere kamer en gaan we sowieso niet elke week een BV in die donkere kamer steken. Dus ik ga daar terug mijn bel installeren en dan kunnen we volgende keer weer het gewone spel. Oh, het is hier wel echt donker. Ja, dat was mijn voordeurbel, duidelijk niet deze bel. Ik zal ze toch goed plaatsen moeten. Ja, kom maar binnen, de deur is open. Meneer Wouters. Julien, zet jij dat? Ja, ik ben het, Julien. Zet jij het, meneer Wouters? Ja, Julien. Ja? Ik zit hier boven in de donkere kamer. Kom maar naar hier. Ja, en waar is dat, die donkere kamer? Ah, wel. Je neemt een paar stapjes naar links. Links, ja. Ja. Nog een paar stapjes verder. Ja, zo. Oké, okay. Ja. Achter u is er een grote trap. Ah, ja. Ja, er is een trap hier, ja. Ja, je gaat een trap op. Ik ga een trap op. Ik ga een trap op, meneer Wouters. En nu boven is aan uw rechterkant een deur. Oké. Okay. Nee, naar rechts, Julien. Ah, ja, naar rechts. Ja. Ah, wel, ja. En daar, ja, is een deur. Oh ja, ik zie hier een deur, ja. Ah, wel, en daar is het. Ja, hier is het. Hier is het. Hier is het dus. Oei, oei. Ik versta u niet, want dit is geen licht, hè. Ja, het is mijn donkere kamer, hè, Julien. Oh, is dat uw donkere kamer? Maar dat is schoon, hè, vanaf schoon, hoe, hè. Hoe kunt u dat nu weten? Hier is helemaal geen licht. Ja, meneer Wouters, ik voel dat, hè. Ah, ah. Oh. Dat is pech, hè, Julien. Hé? Hey. Dat pech is, hè. Ja. Zeg, meneer Wouters, waarvoor dient dan nu die donkere kamer? Ah, voor pechvogels zoals u, die kunnen hier iets winnen. Ah, maar dat is interessant, hè. Oh, pardon. Zeg, meneer Wouters, ja, wat moet ik daarvoor doen? Ah, wel, je moet daarvoor op zoek gaan naar de bel en je moet die binnen de 45 seconden vinden. Oei, dat is rap, hè.
45 seconden, ja, ja. Maar voor een grote pechvogel gelijk als jij, kan ik daar ook 45 minuten van maken. Oh, maar dat is een vriend, dat is vriendelijk van u, meneer Wouters. Julien, dan ga jij op zoek naar de bel en ik geef ik u 45 minuten. Uw tijd staat nu gereed. Ik zou zeggen, starten maar. Ja. Kom maar, Julien. Ja, dat is goed. Geen te maar al. Meneer Wouters, meneer Wouters. Waar zijn u, meneer Wouters? Maar ik zie hier geen bel. Meneer Wouters. Is dat hier? Dat lukt niet! Julia is wel even bezig. Vorige week, dames en heren, gingen we met onze WTM naar Kontich en daar vielen we zonder bellen binnen bij Dirk Broeks. Goedenavond, Dirk Broeks uit Kontich. En proficiat, u bent onze nieuwe ster van WTM.